Burlesque valt aan en zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht en Daisy van Kamstra vangt hem op. Aan de relingzijde is ook nog Gideon of Egypt erbij. Het staat erom bekend dat hij niemand makkelijk voorbij laat en dat gaat nu toch Daisy van Kamstra wel proberen. Daisy van Kamstra is er driekwart voorbij, maar nog altijd zit dat voskleurige beentje er aan de binnenkant naast. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Buitenkant Daisy van Kamstra, Gideon of Egypt vecht zich weer terug. Daarachter Burlesque, helemaal aan de buitenzijde komt nu naar voren Elma WT of is het Diola P, een van de twee. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Daisy van Kamstra heeft de leiding nu overgenomen. Johnny de Leeuw, Johnny de Lion heeft een lengte. Heeft twee lengte en begint nu ietsje weg te lopen. Pak twee lengte en het is Johnny de Lion, de Leeuw. Daar komt hij, Daisy. Go baby, go, go, go. De 2, de 9, de 8 en dan de 6. 2, 9, 8, 6. Voorlopig. Uitslag is officieel, dames en heren. En de winnaar is geworden paard nummer 2, Daisy van Kamstra Rogier. Die wint in 1-16 rond. Geweldig. Laten we eerst maar eens even naar de man die alles tot in de puntjes had voorbereid, Mark Verhulst. En als het dan nog mag lukken. Ja, hij kreeg hem ook best wel een mooie koers. Want hij deed ook fantastisch. En hij maakte het fantastisch af. Ja, en Peter ook super, hè, van zo'n idee. Ja, Peters idee is geweldig. Dat staat buiten kijf. Dat heb je weer gezien aan deze koers. Wat een strijd. Ja, het zijn leuke koersen en dat moeten we eigenlijk nog zo volhouden eigenlijk zo. Maar Groningen moet ook doorgaan, want dat zijn wel de lekkere maandjes hoor, voor de gewone beestjes. En dat is heel mooi gezegd, Mark. Zo is het precies. En daarvoor is de Regio Challenge in het leven geroepen. John de Leeuw die geeft nog even tekst en uitleg aan Wilma van der Zwaan, de trainster waarvoor John de Derby won. Je was met een missie op pad gestuurd, John, en het pakt goed uit. Ja, met een hele grote missie. Denk hierom, denk daarom en zoek het nou maar voor de rest zelf uit. Ja, maar op een gegeven moment werd het wel een tactisch spelletje. Want je ligt daar toch niet helemaal lekker met 16 paarden of 15. Nee, ik had verwacht eigenlijk dat Robin wel de kop zou pakken. En dat ik het ruggetje zou krijgen. Maar ja, dat ging net niet. En dan kun je het wel gaan forceren, maar dat heb ook geen zin. En ik denk wat er gebeurt, gebeurt er. Als ze opkomen, dan ga ik eruit. En dan zie ik wel wat schipstrand. Nou ja, dat strandde niet. Lekker paard. Ja, absoluut. Had je die vaker gereden? Eén keertje, vorig jaar. Maar toen was er een stuk minder hier. Heel mooi, John. Dankjewel. John de Leeuw wordt herenigd met Daisy van Kamstra, winnaar van de Championnat du Nord. Oftewel de finale Regio Challenge Groningen. Het zijn de paarden die in Groningen regelmatig aan de start kwamen. En dan vandaag hier de degens mogen kruisen op de baan van Victoria Park. Het initiatief van Beter Delis is inmiddels nagenoeg bekend. Hij gaat als initiatiefnemer erbij op de foto. En het lijdt geen twijfel dat dit een vervolg gaat krijgen. Alle banen hebben hier voordeel aan een geweldig initiatief uit de koker van Peter Delis. Prachtige sierdeken, beschikbaar gesteld door Victoria Park Wolvenga voor de winnende Daisy van Kamstra. En mooi dat voor Daisy deze koers kwam, want ze is dus al 48 keer gestart in de carrière. Verdiende in die 48 starts om en bij de 6.500 euro. Mooi dat er vandaag in één keer een klap van 3.000 euro bij komt. Bedankt mede aan John de Leeuw die een fantastische rit reed. Geef ze een applaus, John de Leeuw, Daisy van Kamstra. Een applaus voor John de Leeuw. Druk achter de auto, 14 paarden. De start is gevallen. Leiding wordt genomen door Fernando Meadow. Er wordt flink geschreeuwd in het veld. Gaat allemaal wel goed. En het comité grijpt nu ook in vanuit de bus. Dat was allemaal erg krapjes. Fernando Meadow leidt, die had nergens last van. Gideon of Egypt aan de buitenkant is al op weg naar voren. Robin Bakker zegt even tegen
Johnny Westerbrink, die van mij, die moet eigenlijk de kop hebben. Maar Johnny doet net alsof hij dat niet gehoord heeft. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde. Fernando Medo leidt. Daar komt hij aan de buitenkant weer. Gideon of Egypt, daar gaat hij echt niet meer weg. En die gaat nu de leiding overnemen. Gideon of Egypt wordt de leider. Daarachter Fernando Medo. Op de derde plaats ligt Daisy van Kamstra. Dat is de tweede favoriet. Daarnaast Luid en Rosalie naast elkaar. Aan de relingzijde ligt Diola P. Aan de buitenkant daarnaast Elma WT. Daarachter Gonda Beukenswijk. Dat was de deelnemer die zo in de knel kwam in de eerste bocht. Daarnaast ligt Iri Stof Blue. Daarachter Burlesque in de tweede spoor. Dan aan de reling zijn de Blue Diamonds. Dan zijn we al in de start van het veld. Daar ligt onder andere ook Danny Brouwer. Die daar een plekje heeft gevonden met Everglider Rapida. En kijken we helemaal in de start van het veld. De voorlaatste plaats op dit moment, die is even slecht te zien. Dat is Dennis Minima, Fast Track. En laatste, Frederik Greenwood. En die gaat nu drie dik naar voren. Zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune. En eens kijken of er ook reactie komt in het veld. Vooraan voorlopig nog niet. Gideon of Egypt leidt. Daarachter Fernando Meadows. Johnny de Leeuw ziet wat aankomen en denkt, nu ga ik eruit. Die gaat gelijk naar het tweede spoor. En dat is net op tijd. Daar komt aan de buitenkant Eristof Blue. Een vierde spoor zelfs voor Frederik Greenwood. En Burlesque gaat mee in het derde spoor. En dus kan Kaminga geen kant op en moet hij nu weer terug naar achteren. Of door naar voren. Eén van de twee. Paarden gaan de rechterbocht door. Leiding is in handen van Gideon of Egypt. Daar komt aan de buitenkant Daisy van Kamstra. Die gaat naar plaats twee. Galoppade nu van Frederik Greenwood. Paarden gaan de rechterlijn overzijde in. Leiding voor Gideon of Egypt. Uitgeschakeld nummer 14-14 galop. Gideon of Egypt. Daarachter op plaats twee aan de buitenzijde ligt Daisy van Kamstra. Derde is Fernando Medo. Vierde Eristof Blue. Daar komt Burlesque aan de buitenkant met heel veel speed naar voren. Burlesque valt aan. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. En Daisy van Kamstra vangt hem op. Aan de relingzijde is ook nog Gideon of Egypt erbij. Staat erom bekend dat hij niemand makkelijk voorbij laat. En dat gaat nu toch Daisy van Kamstra wel proberen. Daisy van Kamstra is er driekwart voorbij. Maar nog altijd zit dat voskleurige beentje er aan de binnenkant naast. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Buitenkant Daisy van Kamstra. Gideon of Egypt vecht zich weer terug. Daarachter Burlesque. Helemaal aan de buitenzijde komt nu naar voren Elma WT. Of is het Diola P? Een van de twee. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Daisy van Kamstra heeft de leiding nu overgenomen. Johnny de Leeuw. Johnny de Lion heeft een lengte. Heeft twee lengten. En begint nu ietsje weg te lopen. Pak twee lengten. En het is Johnny de Lion de Leeuw. Daar komt hij. Daisy. Go baby. Go, go, go. De twee. De negen. De acht. En dan de zes. 2-9, 8-6, voorlopig.